Nederlandse spaarrente blijft maar dalen. In de volgende grafiek kunt u de Nederlandse inflatie zien. De eerste rode stip is de spaarrente in oktober en de tweede rode stip is de huidige spaarrente. Heel duidelijk is te zien dat u nu minder rente krijgt dan de Nederlandse inflatie. En dat betekent niks anders dan als u een bedrag gespaard heeft, dat u in de loop van de tijd er steeds minder spullen voor kunt kopen. De grote vraag is, moet u nu geld verhuizen naar de aandelenmarkt om toch nog uw vermogen te laten groeien? Als u dat nu denkt, dan bent u eigenlijk al te laat. Want heel veel mensen in de Verenigde Staten en in Europa hebben geld verhuisd van de spaarmarkt naar de aandelenmarkt. Dit is een van de redenen waarom de aandelenmarkt de laatste tijd zo is opgelopen. En de vraag is, hoe lang kan dit nog doorgaan? Zolang de centrale banken erin slagen om de rente heel erg laag te houden, kan dit nog een tijdje zo doorgaan. Maar er ligt één groot gevaar op de horizon. En dat is als de rente weer gaat stijgen. Want er gebeuren er twee dingen. De eerste is dat spaarders denken, nu krijgen wij een mooie rente op onze spaarrekening. Dus de geldstroom van de spaarmarkt naar de aandelenmarkt, die droogt helemaal op. Ten tweede, heel veel bedrijven hebben zichzelf gefinancierd met vreemd vermogen. En daar moet je natuurlijk rente over betalen. Stel dat de rente van dit lage niveau verdubbelt, dan verdubbelen ook de rentekosten die bedrijven moeten betalen. En dat gaat meteen ten laste van de winst. Oftewel, een stijgende rente zorgt voor een lagere winstgevendheid van het bedrijfsleven. En door deze twee factoren gaan de aandelen waarschijnlijk hard onderuit. Dus op het moment dat u geen verstand hebt van aandelen of u weet er slechts weinig vanaf, blijft u lekker sparen, want dan voorkomt u ook een aandelencrash.